Inwoners van Groesbeek kijken binnenkort misschien wel tegen windturbines aan, nu Duitsland deze mogelijk langs de grens plaatst. Een nationaal park of toch windturbines? De toekomst van het Duitse Rijkswald, net over de grens bij Groesbeek, blijft onzeker. Al jaren is er discussie over de komst van windturbines in het gebied. En even leek het alsof dit definitief van de baan was. Het Rijkswald zou misschien een nationaal park worden. Maar nu heeft projectontwikkelaar ABO Wind weer nieuwe plannen voor windturbines in het park. 11 windturbines langs de Kartenspielerweg. Wel de lusten, niet de lasten, roepen de VVD-fracties van de gemeente Bergendal, Gennep en Mokum-Middelaar. Na een oproep van de VVD slaan de gemeenten de handen ineen. Zij schrijven gezamenlijk een brief naar Krijs Kleven, waarin staat dat zij liever zien dat het Rijkswald een nationaal park wordt. Ja, eigenlijk onze intentie uitspreken dat we het zouden steunen, het idee van een nationaal park. En ook graag willen gaan kijken van hoe kunnen we dan die koppeling met onze natuurgebieden vinden. En wij willen die biodiversiteit gewoon verhogen in onze gebieden. En daar meteen natuurlijk aansluitend Rijkswald ook. Zolang het Rijkswald geen nationaal park is, blijft het mogelijk dat hier windturbines komen. Zonde vindt ook het Duits-Nederlands burgerinitiatief Tegenwind. Voor elke turbine moet ongeveer een hectare gerooid worden. En daarmee zie je dus een heel versnipperd bos waar dus waar de ziel eigenlijk uit verdwijnt. De slagschaduw, het geluid dat het met zich meebrengt, trillingen. Mensen zijn daar niet blij mee. En met name ook omdat het gewoon een verstoring is van echt een prachtig natuurgebied. Je moet je voorstellen, het zijn windturbines met tiphoogte van 260, 270 meter. Dus dat zijn enorme reuzen. Die gaan hier heel het gebied domineren. Wij vinden niet dat dat in een bos thuis hoort. 23 april is de Krijsdag. Dan gaat het overkoepelende bestuursorgaan van het district Krijs Kleven beslissen of zij de nominatie voor het Nationaal Park door gaan zetten. In Nederland hopen ze dat de meerderheid voor gaat stemmen. De verschillende gemeentes, gemeente Bergendal, gemeente Mokum-Middelaar en de gemeente Gennep, te bewegen om ook actie te ondernemen, brieven schrijven, dat wij dit graag als één groot natuurgebied zouden willen aanmerken, waarvoor de plannen ook al aanwezig waren. Zo'n dikke 3 jaar geleden hebben de Duitse en Nederlandse gemeentes en natuurorganisaties hebben een intentieverklaring opgesteld en ondertekend, waarbij ze het Rijkswald en de omliggende Nederlandse gebieden, natuurgebieden, dus de Bruuk, het Koningsven, de Mokerhei, om die erbij te betrekken, zodat het één groot, aaneengesloten, grensoverschrijdend gebied gaat worden. Want het enige wat wij op dit moment kunnen doen is lobbyen. En dat is ook de oproep zoals we die hebben gekregen vanuit de politiek om aan de slag te gaan met het lobbytraject om die Rijkswald als nationaal park te ondersteunen. Gisteren in onze uitzending hoorde je dat gemeente Overbetuwe een financieel tekort heeft van maar liefst 2,5 miljoen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad reageerde geschrokken en vroeg een spoedvergadering aan, die gisteravond plaatsvond. Wethouder René Post reageert hier vandaag op. Het was even schrikken voor de gemeente Overbetuwe toen ze erachter kwamen dat ze dit jaar 2,5 miljoen euro tekort komen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Waar dit tekort vandaan komt, dat onder meer de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en thuiszorg treft, is nog onbekend. Burgerbelangen Overbetuwe, VVD en Partij van de Arbeid wilden uitleg over deze kwestie. Het tekort is ontstaan doordat wij vorig jaar zijn begonnen met een onderzoek naar de reële tarieven die we betalen aan onze zorgaanbieders. Wij vinden dat we de zorgaanbieders reële tarieven moeten betalen en daar is een hoger tarief uit voortgekomen en daardoor staat het verwachte tekort. Ondanks dat het klinkt als een weloverwogen besluit, is de gemeenteraad pas in een laat stadium hiervan op de hoogte gebracht. Ja, het is een heel lang proces geweest. De proces is gestart in september vorig jaar. De definitieve uitkomst van die tarieven is eigenlijk pas in februari, maart bekend geworden. En toen konden wij ook pas communiceren wat de definitieve tarieven waren en wat het effect was op onze begroting. Het gevolg daarvan was een pittige vergadering die dinsdagavond plaatsvond. Ik heb opdracht van de raad gekregen om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. We werken namelijk met 11 gemeenten samen in dit domein. Om in het samenwerkingsverband aan te geven dat we de raden vroegtijdig moeten informeren over dit soort processen. En daar zijn we gisteravond uitgekomen. Er is een bevredigend antwoord opgekomen naar mijn mening. En daar gaan we mee aan de slag. Waar het financiële tekort mee moet worden gedicht is nog niet duidelijk.
Wel duidelijk is dat dit soort verrassingen in de toekomst moeten worden voorkomen. We hebben de Raad toegezegd om in de toekomst dit vanuit het samenwerkingsverband veel beter te organiseren. Dus de Raad vroegtijdig betrekken bij dit soort trajecten. En dat is ook de uitkomst van gisteravond. Personeelsleden van wasserij CleanLease op het bedrijventerrein De Bouwkampen in de Ooi hebben sinds maandagochtend voor 3 dagen het werk neergelegd. Zij willen niet alleen meer loon, maar eisen voor de nieuwe CAO ook behoud van zeggenschap over roosters en werktijden. In totaal hebben zo'n 45 van de ruim 100 medewerkers van CleanLease het werk tot en met vandaag neergelegd. De directie van CleanLease was niet bereikbaar om commentaar te geven op de staking. De gesprekken over een nieuwe CAO voor de branche liggen volgens FNV momenteel volledig stil. Een 36-jarige pakketbezorger uit Groesbeek is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging. Op 20 juli 2022 reed hij in Groessen met zijn bestelbus van achter een fietser van 67 aan, die daarbij om het leven kwam. Het dodelijk ongeval gebeurde op de Lijkweg in Groessen, een smalle weg die niet verdeeld is in rijstroken, met aan beide zijden van de weg een rode fietsstrook. De pakketbezorger schept het slachtoffer dat samen met zijn vrouw aan het fietsen was. Zolang er landelijk geen vuurwerkverbod wordt ingesteld, mogen inwoners van Wijchen tijdens de jaarwisseling gewoon consumentenvuurwerk blijven afsteken. Dat zegt het college van de gemeente in antwoord op vragen van GroenLinks. Die wilden weten of een algeheel verbod in Wijchen wordt overwogen, gezien de toegenomen schade en overlast door vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. In februari maakt de gemeente Wijchen de balans op van de vuurwerkschade rondom Oud en Nieuw. De totale kosten voor de gemeente bedroegen ongeveer 10.000 euro. Vandaag is in Nijmegen de RAG-week weer van start gegaan. De komende week zetten studenten zich in voor het goede doel en halen ze met verschillende activiteiten geld op. De goede doelen van dit jaar zijn Club Kakatua en Stichting Kamers met Aandacht. Vorig jaar werd er nog een recordbedrag opgehaald van 56.000 euro. Een bedrag dat ze dit jaar weer willen overtreffen. De aftrap van de RAG-week was vanmiddag bij de Radboud Universiteit. Vandaag hebben we een openingsmarkt met allerlei kermiskraampjes. Er is een thriftshopkraampje en er worden ook suikerspinnen en andere lekkernijen verkocht. Vanavond is ons openingsfeest. Dan is er morgen ook nog een openingsmarkt met dan op de Han voor de hogescholen. Er zijn feesten, veilingborrels, er gaat een concertavond zijn. En er gaat bijvoorbeeld ook een RAG pancake run zijn. Dat is een sponsorloop waarin je dan een half uur gaat rennen en dan probeer je zoveel mogelijk pannenkoeken te eten. En voor elke pannenkoek krijg je dan een extra bedrag erbij. Het weer van dit moment nodigt misschien niet echt uit om een fietstocht te gaan maken. Maar dat houdt René en Mark uit Groesbeek niet tegen. Aanstaande zaterdag stappen zij op de trappers om in een maand tijd helemaal naar Madrid te fietsen. Nu nog met veel goede zin. De twee mannen uit Groesbeek noemen zichzelf de Tapas-trappers en die naam hebben ze via ChatGPT eigen gemaakt. Zaterdagochtend beginnen René en Mark vanaf het dorpsplein in Groesbeek aan hun avontuur. De fietstocht die ze zullen maken naar Madrid is bijna 2500 kilometer. Het idee voor dit avontuur is opmerkelijk genoeg diep in de nacht op een verjaardag ontstaan. Anderhalf jaar geleden hadden we een hele mooie verjaardag voor mij. En toen zijn we om 4 uur 's nachts eigenlijk tot besluit gekomen dat we dat moesten doen. We hadden wel documentaires van tevoren gekeken en toen dachten we, oh, dat moeten we echt een keer oppakken en dat is echt superleuk. En toen dacht ik op een gegeven moment gewoon, ja, dat moeten we ook gewoon nu regelen. Zo zijn we eigenlijk een beetje alles gaan plannen en op het werk geregeld of we het überhaupt konden regelen, maand vrij natuurlijk. En zo is het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk. Ja. En we wilden eerst aanvankelijk hadden het idee op die avond, we gaan naar Malaga. Maar dan moet je nog heel Spanje door met een hoop heuvels. Dus we dachten van dat is eigenlijk niet, dat gaan we gewoon niet halen. Dus Madrid is al een uitdaging op zich, hè, 2300 kilometer in 4 weken. Met ook een stukje Pyreneeën op het laatst. Dus, en ongeveer 24 kilo bepakking en een fiets ook van dezelfde hoeveelheid. Dus het wordt een uitdaging genoeg, ja. Tijdens de tocht gaan de tapas-trappers niet veel luxe ervaren. Ze zullen het namelijk vooral van kamperen moeten gaan hebben, maar af en toe zoeken ze toch de luxe op. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk in een tentje te slapen. We hebben eigenlijk alles bij ons, dus we kunnen eigenlijk over wat we willen kunnen we doen. Alles zit eigenlijk in de fietsen. Als het gewoon redelijk goed weer blijft, dan gaan we mooi in de tentjes. En we zullen af en toe een keer Airbnb pakken of een hotelletje dat we lekker kunnen douchen. Of dat we eventjes lekker kunnen chillen. Dan kunnen we gewoon lekker fietsen. Wil je het avontuur van René en Mark blijven volgen? Dat kan op het Instagram-account van de Tapas-trappers. Rekenen, schrijven en taal. Voor de meeste opa's en oma's is de basisschool alweer een tijdje geleden.
Toch liepen er vandaag op basisschool De Peppel in Beuningen genoeg rond. Hier vond vandaag opa en oma dag plaats. Een ochtend waar alle opa's en oma's van de kinderen zijn uitgenodigd om in de klas te komen kijken. Meer dan 700 opa's en oma's waren vandaag te gast op basisschool De Peppel in Beuningen. Op deze opa en oma dag konden zij een kijkje nemen bij een kleinkind in de klas. Ze werden aan het werk gezet en konden samen met een kleinkind weer terug de boeken induiken. Ook konden ze verschillende spelletjes spelen en een rondje over het schoolplein maken. Nou, de opa's en oma's gaan de groepen in, dus die gaan vandaag zien hoe ons onderwijs is. Die gaan ook activiteiten meedoen. Dus het is super fijn dat zij echt een schooldag zien. Schrijven, spreekwoorden zoeken, spelling nog iets doen. De opa's en oma's merken wel verschil tussen de basisschool van nu en de basisschool van vroeger. Oh ja, dat was heel anders. Kun je niet meer vergelijken. Dat was niet met te vergelijken. Ja, dat is het misschien, de discipline. Ja, wat is dat nou weer? Dat je heel erg moest luisteren naar wat de juffrouw zei. Dan zat je allemaal netjes op een rijtje. En nu zit je allemaal lekker bij elkaar. Je mag zelf werken. En je hoeft niet precies... En dan doe je dit en dan doe je zus. Nee. En opa en oma dag kenden we helemaal kenden niet. Kenden we helemaal niet. Nee, opa's en oma's mochten echt niet komen. Nee. Als je nu denkt dat je als opa of wat dan ook nog allemaal snapt hoe het uitgelegd wordt, kun je het echt vergeten. Nou, lijkt me hartstikke leuk hier tussen de jeugd. Alleen, de leeftijd kan ik niet terugdraaien natuurlijk. Hè? Het is kleurrijker. Ja. En je hoeft geen slof over je schoenen te trekken, wat vroeger wel moest. En net hebben we topografie gehad, daar leer ik ook weer wat van, lang geleden. Ja, wij moesten meer stil zijn en we moesten meer luisteren. En kinderen zijn nu veel opener. Hè? Wel leuk, ze kunnen me goed helpen. Naast dat harde werken is het ook leuk om hun kleinkind bezig te zien. Kijken hoe de kinderen functioneren in de klas. Om mijn kleindochter en mijn kleinzoon bezig te zien, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. Ze zijn natuurlijk hartstikke trots, dus ja, dat vind ik geweldig. Ja. Nou, ik wil de kinderen plezier doen, want ik ben overgroot oma. Hè? Dus dat is toch weer anders. Hè. Het was weer een wisselvallige dag vandaag. Het ene moment scheen de zon volop en het andere moment kwam de regen met bakken tegelijk uit de hemel. Vanavond en vannacht zijn we daar even vanaf en klaart het op. Het koelt daarbij ook flink af en we krijgen vannacht dan ook lokaal wat vorst aan de grond. Morgen wordt een betere dag. Blijft op een enkele spat regen na droog en de zon is veel te zien. Nog wel een beetje frisjes, bij maxima rond de 12 graden. De vrijdag zal weer net zo'n dag worden als vandaag, met regelmatig buien en af en toe wat zon. In het weekend blijft het ook licht wisselvallig, maar de hoeveelheid buien zal dan beperkt zijn. Het blijft fris bij zo'n 11 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 17 april. Nu op RN7 zie je weer een speciale NEC-update in aanloop naar de bekerfinale van zondag. Morgen zijn we weer bij je terug en dan zie je onder meer waarom de politie en handhavers 90 kinderen in Neerbos Oost achterna zitten. Graag tot dan!